Ik ben Gerbert Vloer. Ik ben freelance filmmaker, verhalenverteller, gefascineerd door beelden. En dat ben ik alweer meer dan 10 jaar. Daarvoor heb ik natuurkunde gestudeerd, ben ik een tijdje weerman geweest. Ik heb eventjes in het onderwijs gezeten totdat ik op een dag een camera kocht. Dat was er eentje van Canon. De 550D. Met die 550D ging ik lekker experimenteren, lekker vrij werk maken. Al heel snel werd ik gevraagd om bruiloften te filmen, dat was eerst van vrienden. En al snel werd dat voor mij een soort van een side hustle die zoveel tijd in beslag nam, dat ik besloot om mijn baan op te zeggen en me volledig te gaan focussen op het filmmaken. De klussen werden steeds groter. Tegenwoordig doe ik tv-commercials, korte docu's en eigenlijk alles waarbij een goed verhaal en mooie cinematografie samenkomen, dan mag je mij voor uit bed bellen. Daar word ik heel erg blij van. En de camera's die ik daarvoor gebruik, die staan hier. Dit zijn mijn twee baby's. Een C500 Mark II, full-frame cinemacamera van Canon, een paar jaar geleden gekocht. En de C70. En dit is een camera waar ik liefst gewoon voor kleine producties flexibel mee rondloop en lekker handheld schiet of hem op een gimbal zet om lekker klein en snel te kunnen werken. Ideale reiscamera. Als ik producties draai, dan werk ik vaak in een andere rol. De ene keer ben ik regisseur of ben ik echt een one-man band. De andere keer werk ik als director of photography. En afgelopen jaar ben ik gevraagd door Camera Nu om mee te helpen aan een productie waarbij Maarten van Rossum de DOP was en Robin de Puy de regisseuse. Een hele leuke productie en ik mocht daar gewoon als operator, vooral gimbal operator, meehelpen voor een dag. Dat hebben we toen gedaan met de C500 Mark II en de C300 Mark III. Waarbij de C500 Mark II de main camera was en de C300 Mark III op de gimbal werd gebruikt. Het was een erg leuke productie, echt een prachtig creatief productie die vooral in het hoofd van Robin was ontstaan. Waarbij muziek en beeld op een mooie manier bij elkaar kwamen. En we hebben die productie gedraaid op deze lenzen, de Canon Sumir Primes. En deze lenzen die doen het gewoon heel erg goed als je ze wijd open draait. Dat wil zeggen dat ze dan nog steeds een mooi scherp beeld hebben, maar wel laag contrast. En een wat meer een vintage vibe hebben, hele mooie flares. Een nadeel van deze lens is wel als je ze gaat afstoppen, dat ze al heel snel weer de look krijgen van de normale Canon Primes. Niks mis mee, maar wel een wat strakkere commerciële look. Op T1.5 krijg je echt dat beeld waarbij de scherpte-diepte gewoon heel erg dun is. Waarbij je onderwerp echt loskomt van de achtergrond. En daarnaast, omdat we in een donkere locatie werkten met een gaffer, waarbij we het licht gewoon konden controleren zoals we dat zelf wilden, konden we ook gewoon een heel mooi, karaktervol plaatje tevoorschijn toveren. Voor grote producties is een goede camera rig is gewoon eigenlijk onmisbaar. Deze camera is klein, afgebouwd, kun je nog steeds heel erg leuk ermee filmen. Vooral als je dan alleen werkt, kan dat zelfs een voordeel zijn. Maar naarmate de producties wat groter worden en de eisen ook wat groter, is het gewoon nodig om verschillende dingen eraan vast te zetten. Zoals hier bijvoorbeeld een monitor, een matbox, maar ook regelmatig een draadloze feed voor de regisseur. Al die dingen die moeten ergens kwijt. En ergonomie tijdens een lange draaidag is ook gewoon belangrijk. Dus als je deze camera op je schouder voor een dag lang wil hebben, dan wil je gewoon eigenlijk dat het allemaal werkt en dat het niet tegenwerkt. De reden waarom ik heb gekozen voor Shape is omdat ze een paar leuke, heel erg innovatieve ideeën hebben. Onder andere het snel aanpassen van de handles. Met één druk op de knop kun je die in alle posities veranderen. Maar ook de cage zelf biedt gewoon heel veel ruimte, mogelijkheden. Aan de bovenkant kun je rods mounten, aan de onderkant kun je rods mounten. De rods aan de bovenkant zijn erg fijn als je werkt met draadloze focussystemen. Zodat de focuspoeler zijn apparaatje hierop kan zetten. En de bovenkant van deze cage biedt ook gewoon veel mogelijkheden om extra dingen zoals een monitor erop te zetten. Wat weer fijn kan zijn voor de regisseur. Of als je de camera in andere posities wilt houden. En heel erg snel dingen wil veranderen aan jouw rig, ja, dan zijn die spullen van Shape gewoon hartstikke goed. De tools die je gebruikt, deze camera's of andere camera's, of welke spullen dan ook, die staan in dienst van het grotere doel. Mooie films maken, goede verhalen vertellen. En die middelen die moeten jou niet tegenwerken, maar die moeten voor jou werken. Dus zorg ervoor dat de spullen die je gebruikt bij jou passen en bij jouw workflow passen. En dat jij je daar prettig bij voelt.